Jullie, nu maak je bij Libraaien gebruik van een nieuw systeem. Kan je vertellen hoe dat jullie helpt? Het is dus een geautomatiseerd uitvraagsysteem, zeg maar. Geen tickets meer, geen printers meer, geen gedoe meer. En we kunnen gewoon met dat systeem kunnen we gewoon alles zien wat een gast doet. Het is gewoon uitvragen. Zij krijgen in de keuken gelijk alle seintjes. Maar als er een gast eventjes gaat roken of naar het toilet moet of even pauze wil, dan kun je dat gelijk allemaal aangeven. We vragen wel aan de gast van, vinden jullie tempo goed? En dan houden we dat ook zo aan. Want met dit systeem kun je dus, je kan het in de wacht zetten, je kan het vertragen, je kan het versnellen. Dus als er zakenmensen zitten die willen snel, dan drukken we op een pijltje naar voren. Dan wordt hij wat meer naar voren gehaald. We kunnen zien hoe lang het duurt. Wanneer de pommen zeg maar aangeslagen zijn, hoe lang het tussen de gangen zit, of het te lang duurt of niet. Dus dat zijn voor ons allemaal richtlijnen waar we gewoon steeds makkelijker en efficiënter kunnen werken zonder dat we eigenlijk belemmerd worden door papieren bonnetjes of door krulletjes of streepjes van mensen. Voorheen hadden wij een officier, zoals we noemen, dus iemand die bij de pas stond. Mm-hmm. En die hield alle bonnetjes in de gaten en die communiceerde dan met of met Stefan of met mij. Van, goh, mag dat mee? Zit de wijn erin? Is het bestek er? En of zo. Maar nu, als Sebastian Sommier wijn schenkt, dan hoeft hij maar één druk op de knop te doen. En dan ziet iedereen in het bedrijf van, oh, de wijn zit erin. Na 6 weken komen we erachter dat er ongeveer 20 minuten per gang tussen zit. Dus we kunnen passen onze snelheid daarop aan. En dan zie je echt heel mooi achter elkaar dat we na 20 minuten elke keer de gerechten meegeven. En het mooie is ook, na 20 minuten gaat er een alarmbelletje. Dus dat voor ons een reminder dat wij dat die tafel voorrang krijgt, zodat het niet te lang gaat duren. En dan gaan we het weekend langzaam naar het weekend toe, dan wordt het allemaal weer wat minder. De hoge drukgebieden nemen toe, de bewolking neemt wat af. Rain and showers.